Wat vooraf ging in Beverdijk. Oh, wacht even, ik krijg telefoon. Ik heb nog nummer van helikopter en van die ene zwarte auto. Hebben we die nog nodig? Geef maar. Ja, nee, die zijn beide dood. Die zwarte auto's van deze Pipo en... Ja, en die heli, ja ook, want die stapt eruit. Jongens, King Julian is verteerd. Ik werd net gebeld door de 01 van de politie, Jane, en die vraagt of je bij hem wil komen werken. Ik heb alleen doorgekregen via de telefoon dat hij dat zegt. En ik ben het er niet mee eens, want ze heeft nog nooit meegelopen. Dus, bij deze, ik ben het er niet mee eens. Sorry, ik wil geen sniper in mijn neus. Oké. Oh, kijk hem rennen. Oeh, ineens is die stel onder de beentjes. Jullie hebben al een vrouwelijke politieagent gehad. Hey, hallo! Auw, dat kant. Is verkeerde! Nee, ik duwde je aan de kant zodat hij je niet schoot. Jeez, hij gaat toch niet echt schieten? Je hebt nu onze beurt, kom. Tja, het is aan Jane zelf, hè? Maar, kijk, je ziet wat er gebeurt als er een man met genoeg mannen is, toch? Ja. Hallo. Hi. Ik heb gehoord dat de politie ergens heen moet komen. Ja, er was een schotmelding en ik begreep... Schotmelding? Ja, een klein tijdje geleden. Oké. Ik heb oproep gehad van Kamar, ga je mee? Yes, goed. Moet ik ook aan dienst, I guess? Ja. Ja, wij komen zo ter plaatse. Yes, kijk eens aan. Ja, wij komen die kant op, prio 2. Dank u wel. Nou, dan gaan we. Je eerste melding, zijn er bijzonderheden waar ik vanaf moet weten over? Ja, er zijn hier twee man zijn ons aan het lastigvallen. We zijn nu bij 8173. Ik zou u graag assistentie willen. Man beweert dat hij zware wapens bij zich heeft. Uh-oh. We gaan nu ook de zware vest aantrekken. Ja, ik ga even knipperen, want ik kan mezelf... ik doe even mijn zware vest aan. Meneer. Het gaat nu zwarte vrouwbus die nu aast staat. Ik ga eventjes... Ik heel erg gek. Ik hoor het maar dan. Ik ga even die log gaan, want ik kan geen wapen pakken om de een of andere reden. Ik ga je shirt even afstandhouden. Zulke, kun je die postknop nog kunnen opnemen? Ik had mezelf volledig geduwd. Meneer, ik ben aangehouden. Laat het nog maar even, hij beweert het alleen, hè. Hij beweert het. Ja, maar hij... Die ding zegt ook echt dat hij een wapen nu bij zich heeft. Ja, maar we houden het hier... Voor de collega van de Kamar, ik blijf eens bij persoon bij de auto. Ja, meneer begint alweer te slaan daar. Oh, jeetje. Hoe moeilijk is het? Terwijl de Kamar komt, dan is hij weg. Hey Dam, ben je nou agent geworden? Agent in wording nog. 4202, van wie is die Renault Kangoo? Ik heb zojuist 50.000 euro gewonnen. Dat is mazzel. Van een zwerver op straat. Meneer, wilt u wel even afstand houden? Het is een gevaarlijke situatie. Ik ben hierbij betrokken, zie je dit? Dit is mijn auto. Oh, stof. Oké, als u in ieder geval aan de kant wil blijven wachten tot wij bij u komen. Levy. Ja. Ik zag iemand met een wapen bij BPA. Ja, ik heb het zelf niet gezien, dus dan houd het op, hè. Meneer, echt waar, alsjeblieft, meneer. Hallo. Hey, Levi, collega van de Kamar, meneer Pro. Ik sta hier echt wel niet ik laat jou hier. Ja, wat was die postcode, Snoof? Meneer, dat was 8000. We gaan de situatie in controle houden, kom goed. Oké.
ben ik! Ja, aanrijdend, kom eraan. Die gozer moet ja, we weten het. Het is een beetje moeilijk, want het lijkt een beetje niet op uitstappen. Ik ga erachteraan. Dat is een dikke chaos. Moet ik koppelen? 26 gaat achter die Brabus aan. 28 koppelt. Ik vind het toch verdacht dat hij niet wil uitstappen. Ik pak een Audi voor de zekerheid. Die is zo'n hinder te hard. Ja, daarom beukte ik hem ook gewoon weg. Dikke kopbeting, dus dan houdt het ook op ook. Ja, oké, jongens. Nog eenmaal de locatie, want het is achtervolging. Richting oude ANWB nu. Ja, aanrijdend. Ga alsjeblieft updaten, Levi. Sorry, ik vloog bijna uit de bocht. Wat zei je? Blijf mij updaten, alsjeblieft. Ja, richting motorclub. Oh, persoon is gecrashed. Ja. 42.02, dat is 2 bij de achtervolging. Zo, gaat het. Hoe erg is die gecrashed dan? Ja, rijd verder in een andere auto. Grote auto. Denk op, jongens, denk aan je eigen veiligheid. Richting Levi. Richting Blokkenpark weer. Draait nu snelweg op. Oh nee, gaat naar links bij de oude ANWB. Gaat naar rechts. Rijdt nu richting die... richting de... Oh ja, persoon rijdt tegen een paal. Rijdt nu rechtsaf. Jongens, inboxen. Ik ga proberen. Oké, locatie, Levi. Wacht even, aanhouding. Fuck. No. Politie, let op eigen veiligheid over. Yes, doen we. Uitstappen nu, handen omhoog. Handen omhoog, nu. Uitstappen, handen omhoog. Kan die Audi misschien een klein stukje meer weg? Ja, dan kan hij uitstappen. Gericht uitstappen nu. Echt genoeg ruimte maken. Uitstappen, handen omhoog. Zou ik die Audi of die hij gaat voor Audi rennen. Die net gecrashed is bij het blokhuis in die ING-bank. Zou ik die meenemen op een flatbed? Nou, wat gaat mijn collega doen? Dus kijk, ik ben heel benieuwd. Wacht, ik ga hem even vorderen van het gebied. Ik verzocht hem even om van de straat te gaan over. Ja, vorderen maar van het gebied te verlaten binnen 5 kilometer, anders wordt hij aangehouden. Moet ik die zwarte Audi of hoe dan ook wat outfit aan? Is, die gecrashed hier bij Blokpark, moet ik die meenemen? Die is altijd heel flatbed op een paard. Maakt mij niet uit. Geweldig. Ik ben op dit moment op, met de motor. Dus ja, ik misschien heb is hem met deze gevorderd om weg te gaan naar 2 vorderingen en om de vaste te verwijderen. Sommige mensen staan heel hard in de porto, dat merk je. Ja, nogal. Daarom wil ik dus heel graag dat die nieuwe porto's erin komen. Hey, dat zou wel beter zijn, ja. Het zou fijn zijn dat ze volumeknopjes hebben. Flatbed is van de AWB, daar kun je auto mee wegleggen. Dat is toch een flatbed? Flatbed, hou je bek. Flatbed! Hoe Nederlands wil je zijn, jongen? Hey, ik ben nationalist, bekhouden. Godsamme! Oké, zorg weer. Maar, ja, haal de auto's maar weg en die flatbed wordt af. Ja, goed plan. Ja, dan gaan we even verder met de training. Nu andere persoon ook gevorderd om weg te gaan. Jen of Levi, even assistentie samen met Jane, alsjeblieft? Yes, gaan we doen. Ik ga even naar HB, hele auto's naar de tering. Ja, dat is dan jammer. Ik heb je net gevorderd weg te gaan en je blijft staan. Ja, dat stap allebei. Ik wil, meneer, kijk, stap allebei. Nee. Nee, stap allebei maar uit. Oké, nou, meneer, ik wil gewoon. Meneer in de auto mag ook even uitstappen. Waarom word ik nou aangehouden? Ik word gevorderd. Ik neem mijn auto. Ik draai een beetje de klauw tegen die kap aan. Ik ga je even moeite zetten. Dit is het enige scheppen voorwerp bij je. Omdraaien met je klauw tegen de auto aan. Top, je bent inderdaad. Omdraaien met je auto. Word je gevorderd? Ik probeer mijn auto te halen. Zo! Ik heb al een vordering gekregen. Wat is dit voor bullshit? Je vorderde dan vordering, ja. Zo. Meekomen. Hij staat volledig in zijn recht, meneer. Ja, jammer dan. 100% een advocaat, jongen. Deze mensen, ja.
Neem jij hem mee? Hij moet in mijn auto. Okay. Moet je even uitstappen, anders kan ik hem er niet in doen. Hè? Ik kan hem er sowieso niet in doen. Wat is dit nou? Mooi, weer? Dan moet hij bij jou. Succes! Hij gaat dus nog naar beet. Oh, wat een eerreep, jongen. Echt. Welke agent zit eigenlijk allemaal in de porto? Dan heb je toch liever zo'n rokerstem. Ja, precies. KM4230, gaat iemand een sportje over? Oké, ja, dit is de nieuwe 4230. Oh. Nieuwe 2226 gaat weer verder met surveillance. Ik verwacht dat jullie het kunnen oplossen daarbinnen. Ja, we gaan naar weer toe. Nieuwe bij Camaro zo. Oké, wij gaan eventjes een nieuwe auto pakken, want deze ligt een beetje in puin. Ja, dat is nieuw bij Camaro inderdaad. Ah. Maar we hadden vroeger een 4230 en die klonk zeg maar... 4230 is een minst. Weet iemand wat er aan de hand is met de 5233? Dus dat. Oh wacht, ik zet hem even in de garage, dat is wat makkelijker. Dat lijkt me verstandig. Ik vergeet dat echt altijd. Wacht Jane, kunnen we even wat checken? Ja. Snow, volgende keer hè, rij eventjes via achter. Want nu kom je in het gebied van gewoon waar de politie werkt. Oh ja, de vorige keer wel geëerd dat ze via hier kwamen, maar oké, is goed. Oh, oké, ja, dat kan ook, maar maakt het niet uit. Ik wil... het plan. Plan de campagne. Even kijken. Ik ga nog eventjes... even wat drinken. Klinkt als een goed plan. Klinkt zeer zeker als een goed plan. Even wat drinken. Wil je ook? Ja, doe maar. Alsjeblieft. Thank you. Zo, waarom hoor ik nou weer een auto hier beneden? Even kijken. Ik weet het niet. Zou er even politie willen komen naar... die auto. Oh, laat maar. Hallo meneer. Hallo. Het is niet de bedoeling dat u hier parkeert. Ik zou u graag verzoeken eventjes te gaan verlaten. Advocaat moest naar binnen komen, toch? Advocaat, heeft u, werkt u bij de advocatenbureau? Ik werk overal. Het gaat opium. U werkt overal. Kijken. Bij de PSB. Mag ik dan even uw identiteitskaart zien? Die heb ik niet bij me. Nou, dan kan ik u helaas niet binnen. Nee, maar laten. Je weet mijn naam wel. Ik weet uw naam niet. Nou, en dan nog kunt u liegen over uw naam, hè? Ik weet mijn naam toch? Wil ik dan liegen? Ik wil ergens kunnen zien. Hij kan in het systeem. Oké, okay. Ga ik even kijken of u inderdaad bij... Nee, zeker gewoon niet. Wat water. Red Cups, daar zit meestal alcohol in. Ik zou trouwens nog wel even graag willen weten of het terugkomt. Ik zou even kijken of u bij de advocatenbureau werkt. Ik werk hier, meneer. Goeiedag. Is dit een advocaat voor de Henk Frits? Ja, ik ben ik ben eerst nog even aan het dubbelchecken of die bij de advocatenbureau werkt. Ja, oké, maar is dit voor Henk Frits of niet? Dat denk ik, maar ik ga eerst even checken. Voor Snow. We hebben beneden hebben we de advocaat staan. Zijn nu collega's van Friesen aan het controleren. Heeft meneer de baan ook?
Ik zie meneer niet in het systeem aan staan. Ik ben het wel. Als advocaat in ieder geval niet. Ik zie meneer niet staan. Ik ben meneer niet staan? Sure. Nee. Ik sta gewoon naast je hoor. Ja, dat begrijp ik meneer, maar je staat niet in het systeem als advocaat. Heeft u wat in zak of was hij kleren? Weet ik niet, hij komt hier zomaar binnen. Oké, wilt u zich even omdraaien en dan ga ik weer vliegen. Maar in ieder geval staat hij niet in het systeem als advocaat, dus dan kan hij niet naar binnen. Oké, u heeft niks op zak. Al ziet er prima in orde uit. Oké, niet binnen. Nou, dan denk ik dat ze tijd er komt in. Snow? Wat? Ja, we hebben nog 1 minuut en dan gaan we zelf aan de gang als de advocaat niet komt. Mag u in ieder geval het terrein verlaten? Heeft hij wat zijn sirenes aan? Een lamp aan, sirenes niet. Wordt er nog een Lamborghini gezocht? Een soort gouden? Geen idee. Oh, die man die kan echt niet meer rijden. Die is echt veel te oud aan het worden. Rijbewijs moeten nemen. Daar, eenmaal achtervolging een Lambo. Ik ga hem proberen staan te houden. Hij rijdt veel te hard door de stad heen. Ja, gehoord. Assistentie nodig? Ja, ik kan hem amper bijhouden. Met A6 zelfs. Oké, we komen eraan. Ik pak ook oké, hij vlucht. Richting? Richting Blokpark. Richting Blokpark onderweg. Gelukkig zijn we daar vlakbij. Precies. Als we het makkelijk aan een bureau hebben midden in de stad. Ja. Yeah. Oeh, zes juist allebei. Oké, ja, komen eraan. Rijd gewoon door, ik kan ook nog door eigenlijk. Waar ben je? Oh ja, ik zie jou. Oeh. Jezus. Jezus. Kan die auto nog doorrijden? Nou moet het over zijn. Gaat moeilijk als ik vast zit. Staan blijven, uitstappen, handen omhoog. Hij zit vast. Yes. Handen omhoog. Oké, boeien maar, ik hou vuurlijn. Toen kwam jij achteraan, dus ja. Meneer, u reed met fucking 300 door de stad heen, ik weet niet. Ja, kan het zijn veel te hoge snelheden. Ik ga even die auto controleren. 52,26 voor de wegenwacht nou heen. Meneer, gaat het voeren. Oké. Okay. Nou, die reageren ook lekker. Mag ik even uw naam hebben of niet? Alsjeblieft. Uw naam. Dat is Meuremans. 52,26 voor de wegenwacht. Oké, wacht. Oké, eens even kijken. Ik had begrepen dat ik wegenwacht problemen had dragen. Oh. Nou, bij deze wordt u aangehouden voor het vluchten van politie en het veel te hard rijden door de stad. Dat is een bloos rijden. Ja, zit niks in. Ja, is goed. U heeft recht op advocaat, kunt u deze niet... Jezus, heel die auto in puin, joh. Denk je aan het? ANWB staat stijf. Sorry, ik kan het niet meenemen. Nee. Oké, dan gaat u. Nee, ga ik nu bij het bureau. Ik sta hier eigenlijk al aan. Dus u moet hem zelf inbouwen. Yes, gaan doen. De ANWB'er die net naar... Is status 5 gegaan. Top, was die auto stuk die daar stond jongens, weten we dat? Welke?
die Lamborghini was ja, het, of die Ferrari? Die is stuk, maar ik heb hem in beslag genomen. Was die ook stuk? Ja, die was behoorlijk stuk, ja. Weet u dat? Wat doet deze man hier, joh? Ik heb geen idee. Joggen. En een mobiel. Meneer? Ja? Ik denk niet dat het helemaal de bedoeling is dat we over straat gaan rennen. Moet u een lift ergens naartoe hebben? Ja, ik moet eigenlijk naar de Albert Heijn, maar ik heb een beetje honger. Oh, stap maar even in. Dat is wat veiliger, denk ik. Tegenwoordig is de politie ook taxi. Dus alles voor de veiligheid. Precies. Kijk. Kijk dus nou, aan. Dank u wel. Yes, geen probleem. Fijne dag. Nou gaan we toch... Wat hoor ik allemaal? Dat is een hele vage toeter. God. Herken je het? Nee. Wel. Oh, deze auto is ook lekker. Zo'n muziek componist met het Flight of the Bumblebee of zo heet het. Oh, grappig. Zo klonk het. BFB. Oh my god, het is die auto hier. Die groene. Ja, I know, even deze checken. Er loopt hier een oude man in HB. Ik heb hem gevorderd om het gebouw te laten. Alleen hij zegt net nee, maar nu lijkt hij weg te gaan. Die groene auto heeft een dik broodje lijk gegeten, volgens mij. Ja, volgens mij ook. Zo. Deze auto staat op naam van Junior Louie. Oké, die heeft echt heel veel boetes openstaan. Oei. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kun je de datum zien? Nee. Oké. Dus geen idee hoe lang dit al loopt. 26,5 distribueren van en produceren van drugs tot 25. Liegen tegen een ambtenaar in functie, beledigen van een ambtenaar in functie. Nou, die is verlopen bijna. Even kijken, ja, nou gaan we gewoon die auto in beslag nemen. Ja, als je geen boete betaalt, dan ook geen auto. Precies, ook geen dingen in de achterklep, dus zijn we op. Mooi. Zo. Nou, nu gaan we wel even een nieuwe auto halen, want dit ding... is helemaal als een grootje. Again. Maar ging het wel, want zo. Het was een harde klap, oh, die vloog al bijna over de kop. Je hebt er vandaag zin in, geloof ik. Ik weet het niet. Ja. Ik weet niet of je ervaring hebt met deze mensen, maar... Ja, wel een beetje. Ja, zo'n vermoeden had ik al. Ik weet wat kan en wat niet kan. Ja, oh, kom eens mee, ik moet je wat laten zien. Wat wil je laten zien? De achterdeur staat nog open bij jullie. Oké, kom mee. Zo, kom open. Ho! Help! Collega's! Alle collega's in het HB, horen jullie ook vuur over? Nee. Wij horen vuur over. Links van het gebouw waar wij nu staan. Correct, politie in de garage staat auto in de fik. Shows! Ja, jeetje. Er is net een oude man in HB geweest, die heeft het waarschijnlijk gedaan. Ik ga hard aanval. Oh, daar is hij weer. Ja, wij stonden er wel bij. Ik auto is weet geluisterd. Niet. Ben je er ook in gaan dan? Goedemiddag meneer. Hallo. Ben je er ook in gaan of niet, collega? Ik zou, de tweede keer dat ik u heb in 10 minuten gezegd.
dat de achterdeur los staat. Oké, heb je Rock ingeademd of niet? Ik heb u net gezegd. Nee, ik ben oké. Oké, kan je even je tong uitsteken? Is hij grijs of is hij zwart? Meneer, ik mag even blijven staan. Meneer, staan blijven. Is hij gewoon normale kleur? Meneer, ik vorder hem staan te blijven staan, anders deze ik u. Okay, is hij zwart, grijs of normaal? Normaal, oké. Nou, je bent weer in orde. Heb je last van een kriebelige hoes of niet? Nee, totaal niet. Het is altijd heel snel onder controle. Oké, top. En de andere collega? Had hij stond nu dezelfde afstand? Mijn andere collega stond te blussen, dus die was meer direct in... Heb ik gestart om te deze gaan blijven zetten voor de negeren? Is het in orde? Jij mag hem even checken. Ga gang. Hey, blijf nou staan, ouwe! Hij wil mij helpen. Gewoon tackelen. Geef mijn collega heel veel de tijd hoor, hij moet En ik, achter die open aan, gewoon shift geen druk op. Spier werkt niet meer. Ja. Goeiedag. Zit er weer? Oh. Kijk, nou wacht ik even. Waar gaat het dak op? Ja, ik lijk nu al zo aan om even een slokje water te drinken ergens. Gewoon voor de... Ja, komt goed. Aspirant of? Ik ben aspirant, ja. Ah, vandaar je geen streep. Nee, even kijken. Inspecteur? Of Brigadier. Brigadier. Ja, sorry, ik moet even... Zo. Ik heb mijn bril niet op nu. Deze collega's nog niet klaar. Nee, er gebeurde net een hoop. Ja. We hebben nu 3 mensen. Opa is dat is niet gearresteerd, oké. Kan misschien een van je... ons even naar de Center Complex even kijken hoe het met hun gaat. Voordat ze het Center Complex. Oh, de rook is volgens mij niet zo ver gekomen, we hebben hier aardig goede afzuigen. Nee, dus snap ik, maar... Jullie waren heel snel bij. Ja. Oh, wij hoorden vuur ik bij... Ik had ruzie met de brandblusser. Ik heb geen idee hoe dat ding werkt. Oh, leg de mijne op en dan link mij. Ja, maar dan moet je wel eerst... Ja, hij heeft geen icon. Blijkbaar. Dat is, dat maakt het heel moeilijk om te vinden. Hij is nog niet oké. Staat ook niks op die pin, hè, dat hij eruit moet. Heel vervelend. Nou, ik ga ervan uit dat hij oké is, dus wij gaan weer verder. Tot de volgende keer. Jo, is goed. Dit gaat anders veel te lang duren, dus... is goed. Sterkte. Ik hou hem wel in de gaten, komt goed. Sorry, ik moet gelijk even mee scannen. En de 5226. Hebben jullie gezien wie die auto in de fik gestoken heeft, of niet? Negatief. Hey, denken jullie dat die oude man het gedaan heeft, of niet? Zou kunnen, die was wel bij de auto in de buurt. Oké, dan ga ik hem daarvoor veroordelen, voor verdeling van politieauto's. Er is geen bewijs voor, hè, onthou. Ja, maar ja, hij doet super onbeschoft tegen iedereen. Hij is dan slaan tegen zichzelf. Ja, maar dan kan je hem niet veroordelen. Nee, niet veroordelen, ja, oké. Dan. Wat wou die Camarno net bij mij doen? Checken hoe het ging, aangezien je net een brand geblust hebt. Ah, of je niet te veel rook had ingeademd. Nee, dat gelukkig niet. Nou ja, zo snel ging het nou ook weer niet. Het is een beetje alsof we net uit een brandend gebouw kwamen of zo. Tja. Gelukkig waren we er snel bij. Ja, zeker. Oud geparkeerd voertuig, midden voor HB. Ja, we gaan wel even kijken. B5026 naar de laatste melding, hoor. Ik heb ons trouwens gekoppeld onder het roepnummer 5226, dus als ik er even niet ben, kan je antwoorden. Ja, dat heb ik toevallig al gedaan. Ah, oké. Oh, ja, ik zie het. Is dat niet die auto van...
van opa is die volgens mij. Ja, toch. Ik zou eens even kijken. Wat is het? UBE? Als jij even naar die meneer loopt om te kijken of dat de melder is. Ja, doe ik. Doe ik. Naar die, die andere auto, daar. Goedendag meneer. Goedendag. Had u toevallig de melding gemaakt over de auto die daar staat? Ja, dat klopt. Oké, top. Dank u wel. Mijn collega gaat nu even naar kijken wat, wat er aan de hand is. Oké. Trof u de auto op deze manier zo aan of heeft u nog toevallig iemand gezien? Nee, ik trof hem zo aan. Oké, super. In ieder geval bedankt voor het melden, want dit is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, dat snap ik. Oké, ja, maar dan de kant geduwd. Wel een sterke kijken man. Of het goed gaat. Ja, als die van de handrem af is, dan lukt het wel. Ja, zo staat hij goed. Dan moet je hem helemaal op de stoep hebben. Ja, wacht even. Ja, top. Dat is beter. Ja. Meneer is inderdaad de melder. Ah, ja. Oké. Okay. Nee, in ieder geval bedankt voor het melden. Oh, we krijgen nog iets. Okay. Bedankt voor het melden en dan wens ik u nog een prettige dag. Het zal. Oh, oké. Okay. Ik heb even gekeken op welke naam het voertuig stond en die heb ik de boete gegeven. Ah, oké. Okay. En toen stond hij weer op de weg. Ja, dat... Oh. Gaan we dat even fixen. Hallo. Hallo. Mag ik jullie vragen wat jullie doen voor werk? Nou, dat is toch vrij duidelijk te zien. Oh, ja, ja, ik heb een mentale achterstand, dus dat is voor mij allemaal wat moeilijker. Ja, nee, bij de politie, ja. Ah, wat doe je dan bij de politie? Politietaken. Ah. Mag ik misschien een foto maken van de voorkant van uw auto? Ja hoor. Top, dank u wel. Wil je ons dan wel blurren? Ja hoor, dat komt wel goed. Oké. En dankjewel. Is het een mooie foto? Ja, prachtig. Mooi, dan gaan wij weer met vervolg. Ja hoor, fijne dag. Okay. Fijne dag. Ja, ik krijg altijd niks op camera met snuffert. Ik denk, wat is die nou aan het doen? Sommige mensen. Ja, je hebt tegenwoordig ook van die mensen die vinden de hulpdienstenauto's nogal mooi. En die willen ook wat foto's maken. Oh dus... ja. Oh, wat? Is dat nou opa? Dat is opa, ja. Die is een taakstraf aan het doen, ja. Oeh, ik hoop dat hij zijn lesje onthoudt. Ik hoop het, ja. Maar dat gaat denk ik moeilijk worden. Even kijken bij, het, bij de car dealer. Alles rustig is. Er staat wel een auto, dus ik ben benieuwd. Een Twingo, toch? Ja. Helemaal goed gezien. Ik probeer een beetje automerken te leren, zodat ik ze kan benoemen. Ja, dat is wel mooi. Even kijken of hier alles rustig is. Tot nu toe wel. Lijkt er wel op, ja. Ja, hier is alles rustig, joh. Mooi. Meestal wel een rustig plekje, maar toch even meenemen. Je weet het maar nooit. Op een gegeven moment krijgen ze door waar het rustig is en dan gaan ze daar juist heen. Ja, precies. Nou, voor de rest staat de auto gewoon prima. Dus laten we ook voor wat het is. Ja. Yeah.
Ja, ik ben wel benieuwd naar je training. Daar ben ik wel, heb ik wel zin in. Ja, ik ben ook benieuwd. Ik hou mijn hart nog een beetje vast. Ach joh, kom wel goed. Valt allemaal wel mee. Een rijopleiding is vooral leuk. Ja, dat gaat dat worden. Daar zijn de meeste mensen op gezakt. Ja, dat geloof ik graag. Dat is het eerste onderdeel. Fudge. Oh, het is al groen, joh. Daarom ben ik meer van het koppelen en dan gewoon als bijrijder. Ja, snap ik. Nee, soms vind ik het ook wel lekker om te koppelen, hoor. Maar, nou, meestal rijd ik wel, omdat mensen het inderdaad ook fijner vinden om te koppelen met iemand. Ligt eraan hoe goed je kan rijden. Jij kan goed rijden, ik niet. Ja, vind je? Ja. Nou, dat valt ook wel weer mee. Nou, heb je Edward gezien? Ja, oké, dat is waar. Maar ja, Edward is een geval apart. Edward is een geval apart. True, maar ja. Edward is oud. Ik ben ook pas 25, hè. Op zich moet ik dan wel een beetje kunnen rijden, vind je niet? Hoop ik, ja. Maar in jouw geval, ja, zeker. Ja, nou... Ja, jij doet altijd al werk waar je moet rijden, toch? Niet altijd. Maar ik zit al wel een aardig tijdje bij de politie, dus dan krijg je dat wel, ja. Wat, deed je voor iets met tours of zo? Ja, in een helikopter. Dat was een helikopter. Yep. Ja, dat was me ook wat. Dus ik heb ook mijn vliegbuffet. Nice. Dus ik mag ook vliegen, maar... Maar ook bij de politie of dat weer niet? Nee, nog niet. Nou ja. Ik heb de specialisatie nog niet, helaas. Ja, dat zal weer anders zijn dan normaal helikopter. Ja, zeker. Hey, tour helikopter. Ik had even kramp aan mijn armen. Ik moest even heen en weer sturen. Nee, tour helikopter is wat rustiger. Dan moet je wat minder sportief vliegen, zeg maar. Ja, precies. Maar ook minder waar je situaties dat je in de buurt moet hangen en riskant en... Ja. Precies. Dat is wel even een andere koek, ja. Het is niet op gekke plekken landen, weet ik het allemaal niet. Maar goed, ik ben nog steeds bezig om zo hoog mogelijk te komen. Wie weet ooit als leiding. Maar... Nice, oké. Ben ik al wel eens geweest, alleen ja. Toen geswitcht van baan en toen weer gesolliciteerd, maar... Ik zat toch in een twijfel, maar ik heb toch weer gesolliciteerd. Oh, zo, ik schrok met de pleuris. Nu de poort uit, voorkant. Maar goed, is het een oude man? Gesolliciteerd en... Lijkt er wel op. Ja, ik zie het. Niet goed. Oude man. Toen weer begonnen als aspirant. Ik wil wel heftig, echt gewoon van nul weer op moeten bouwen. Ja, maar ik had versnelde training, omdat ik eigenlijk alles al wist. Gelukkig. Dus toen ben ik eigenlijk aardig snel naar agent gegaan en naar hoofdagent. En daar ben ik heel lang op blijven zitten. En nu laatst dan brigadier. Ja. En wat is het dan na brigadier? Na brigadier krijg je inspecteur. Ah, oké. Okay. Vanaf inspecteur mag ik ook trainingen gaan geven. Dus ik zou ook meelopen met je training als proefinstructeur, zeg maar, van de politie. Om te kunnen leren voor hogerop weer. Ja. Nice, oké. Okay. Ja, daar heb ik wel zin in. Dus ik ben ook benieuwd naar kan degene die hem even de sons heeft geboeid nu even hierin komen om hem te ontboeien. Ik denk dat het jouw keer is. Een rondje hier rijden doen we ook nooit. Dat denk ik ook. Normaal rijdt hier altijd Kamar, maar Kamar is nu bij ons bezig, dus dan neem je even de taak over. Ja, moet kunnen. Hier is bekende visplek. Ah ja. Van de 42-30 even komen naar de negatief, ik heb een andere stand. Hij is even bezig met aanhouding. Auw. Die oude man. Ik schrok net gewoon van mijn porto, vind je die? Ja, dat heb ik wel vaker. Maar we hadden eerst nog iets veel ergers dan deze gast nu. Alhoewel... Cool. Ze komen wel in de buurt. Met elkaar.
Het is alle twee. Ik kan de politiecollega naar mij toe komen, hij ziet niks. Sorry, ja. Echt verschrikkelijk. Ik zet even mijn... Wacht. Zo, dat rijdt wat fijner. Hoef ik niet de hele tijd mijn gas in, uit, in, uit, in, uit. Oh ja. Maar ja, alleen speciale mensen kunnen dat. Ja, het zou voor mij handig zijn. Goed, ja. Zacht hier. Ja, we moeten dat nog eventjes met de burgemeester overleggen. En kijken of we dat in elke auto kunnen doen. Want het is nogal een taak om iedereen zijn auto te updaten. Laat het daarop houden. Snap ik, ja. Dus ja, daar komt nog wel. Ik rijd trouwens lekker aan de verkeerde kant. Zo, dat is beter. Nee, als je ooit de status vergeet, als je in de auto kijkt, dan staat er ook status 1 is vrij, status 2 aanrijdend, status 3 ter plaatse, status 4... is afgehandeld, maar bij ons is dat even niet beschikbaar. Oké. Okay. Het is nog oud van de auto, maar de eerste 3 kloppen wel. Wil jij even kijken wat er... We hadden met jou de zand over. Albert Heijn overval. Oh, kan je even locatie zetten? Here you go. ...52-26 naar de laatste melding. Nou, daar gaan we weer. Volle kracht. Ja. Nou, die Touran die wil nog wel aardig. Gelukkig. We zijn aardig uit de buurt. Ja, 3 kilometer, nee. 3,5. Oh jee. Mocht je. Oh jongen, vroeger in mijn jongere jaren ben ik daar wel eens rechtdoor geschoten. Nee. Ja. Oh, en hoe ben je daar vanaf gekomen dan? Lang in het ziekenhuis gelegen, laat ik het daarop houden. Nee. Ja.